Suriname zal gebruik maken van het AstraZeneca-vaccin. Eerder had minister Elmer Ramadien van Volksgezondheid aangegeven dat Suriname voor Pfizer in aanmerking zou komen. De bewindsman zegt dat het bedrijf COVAX heeft aangegeven dat ze heel snel door hun voorraad van Pfizer-vaccins heen zijn. Van de 72 landen die interesse hadden voor Pfizer zijn slechts 18 in aanmerking gekomen. Geen enkel Caribisch land behoort tot die 18 geselecteerde landen. Het betekent dat deze landen dus ergens midden of derde week of eind februari pas ook in aanmerking kunnen komen voor dit vaccin. Suriname heeft op basis van, want er waren enkele, je moet niet alleen je interesse tonen, je moet ook aan een aantal randvoorwaarden voldoen. Op basis daarvan heeft Suriname 15 januari alle documentatie opgestuurd naar COVAX ter beoordeling. En het is duidelijk aangegeven door COVAX dat wij ready zijn en dat wij in principe er niet schort aan onze readiness. Dus wij zijn ready om het Pfizer-vaccin te implementeren in Suriname. Echter kijkt COVAX ook niet alleen naar je readiness, maar ook naar andere factoren, zoals het sterftecijfer, de besmettingskans, maar ook aantal opnames en je hele COVID-plaatje eigenlijk wordt geanalyseerd. En op basis daarvan zijn dus 18 landen gekozen. Slechts 4 Zuid-Amerikaanse landen zijn in aanmerking gekomen voor het Pfizer-vaccin. COVAX onderhandelt ook met andere fabrikanten en zo is Suriname in aanmerking gekomen voor het AstraZeneca-vaccin, zegt Ramadien. En dat voor een oplage van 79.200 doses in de eerste helft van 2021. Maar de verwachting is en de afspraak is dat 30%, tussen 25 en 35% van die 79.200 hetgeen neerkomt op P-kans. 25.000 doses rond eind februari, begin maart Suriname zal binnenkomen. En wij al hebben gevraagd aan de registratiecommissie om dit vaccin voor ons te beoordelen. Wel moet ik vermelden, dit is de planning. Het zal nog afhangen van de goedkeuring van de WHO. De WHO moet AstraZeneca, als het goed is, één deze dagen keuren voor emergency use. En als dat is plaatsgevonden, dan kan de distributie beginnen. Dus wij zijn akkoord gegaan met AstraZeneca vooralsnog. Uiteraard zijn we ook op andere niveaus bezig te praten over verschillende goedgekeurde vaccins. Tot zover Elmer Ramadien van Volksgezondheid. Suriname zal gebruik maken van het AstraZeneca-vaccin in plaats van Pfizer. De WHO moet echter het AstraZeneca-vaccin nog goedkeuren voor emergency hulp.